Ja, het was heel nipt wel. Ja. Het was heel, heel krap. Het was gans de dag door met de ploeg. Echt tempo zetten, zo hoog mogelijk als je kan. Tempo van Fabio. En dan wisten we juist voor de laatste klim dat het heel nipt ging zijn. En dan maak je natuurlijk de moeilijke beslissing om, om de andere jongens in veiligheid te brengen. En dat was het gevecht met zichzelf, samen met mijn collega Klaas en de dokter en de mechanieker. Die, ja, die aan naar boven brulde wel, dus dat was wel mooi om te zien. Ja. Zag u het aankomen dat het vandaag misschien wel lastig ging worden voor Fabio? Ja, je kan dat vrij goed volgen en hij wist dat je het nipt ging zijn. Dan voel je dat wel aankomen en wat er al de beslissing genomen. Wat kijk, op de laatste klim moeten we de andere, moeten de anderen zeker doorgaan. En dan is het gewoon een gevecht geweest met hemzelf. En dan is iedere 50 meter die iets vlakker is, een zegen. En iedere 50 meter die stijl is, een horrorverhaal. Maar hij heeft het gehaald en dat is het belangrijkste. Hij heeft een ongelooflijk karakter getoond. Hij kon niet vlugger, dat hoeft ook niet, maar het is juist binnen tijd. Dus op naar morgen. We zagen een zeer geëmotioneerde Senechal. Heel blij dat het gehaald is. Geef ook maar weer aan hoe graag ze willen dat hij weer kan sprinten. Ja, absoluut. Fabio is iemand die heel dankbaar is en ook heel, heel positief is ook. Morgen gaat hij weer opstaan met de glimlach en er terug voor gaan. Het is iemand waar heel graag renners voor werken ook. Dus dat is het probleem niet. Dat doen ze wel met de glimlach, ook al weten ze hoe hard het is. Ja. Nog één hele lastige rit en dan is het sprinten. Ja, nog één keer. En dan gaan we nog eens proberen. Merci. Blijf iedere dag op de hoogte van de Tour de France met de Wielerflits Update. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.